wat rusten. Ik wilde nog niet naar bed. Dat is dan heel jammer, lieverd, want je moet. Maar ik kan niet slapen. Tuurlijk wel. Het is al veel te laat. Oogjes dicht en dromen maar. Ik maak me zorgen. Waarover dan? Stel dat we brand krijgen. Waarom zouden we brand krijgen? Jij werkt bij kaarslicht. Ach, lieverd, dat doe ik toch altijd? En mama weet heus wel wat ze doet. Wat doe je dan als we brand krijgen? Nou, dan neem ik mijn dierbaarste spulletjes en dan sta ik binnen 10 tellen bij de deur. Wat zijn je dierbaarste spulletjes? Het allerdierbaarste, dat ben jij. Slaap lekker. Moeten we het niet een keertje oefenen? Een brandoefening? Ja. Nou ja, dat kan eigenlijk nooit kwaad. Ga je dan daarna lekker slapen? Ja. Beloofd? Beloofd. Goed, nou oké, begin maar. Brand! Oh jee! Oh jee! Oh jee! Oh, 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 snel, het dierbaarste wat ik heb. Wat was het ook alweer? Oh ja, met een kleine jongen! Kom snel naar buiten en in veiligheid! Oh jee! 10, we zijn nog niet bij de deur. Zie je, nou kan ik nog niet gaan slapen. Jongeman, nu ga ik tellen. En niet tot 10, maar tot 5. En als je niet heel snel in je nest ligt, dan zwaait er wat. 1, 2. Mam! En 3. Ah! Binnen 3 tellen? Nou, kijk eens aan. Zie je wel dat het allemaal heel snel kan? Als je maar wil. Ja, mam. Nou, nu zul je wel erg moe zijn, hè, na die brandoefening. Nee. Lekker slapen. Joh, ik ben juist klaar wakker nu. Zullen we nog een oefening doen? Een brandoefening of een overstromingoefening of een aardbevingoefening? Nee, ik weet wat. We gaan een slaapoefening doen. De eerste die in slaap valt, die heeft gewonnen.